Goedendag, mijn naam is Aaf. Vandaag ga ik in de restbedeling van x op de derde minder x kwadraat plus 3 van 1 door x plus 1 tot de derde. Dat is de rest hiervan. We zoeken dus de rest per de Euclidische deling. Eerst x plus 1 tot de derde is een merkwaardig product. Dus krijg ik dan x tot de derde plus 3x kwadraat plus 3x plus 1. Als jullie weet ik het gewoon uitwerken, maar dat is ook een merkwaardig product. Verder gaan we dus dit delen door x tot de derde plus 3x kwadraat plus 3x plus 1. Dat betekent hoogte het graad aan doeken. X tot de derde deel x tot de derde krijg je 1. Ja, gewoon 1. Dan krijg je hier gewoon x tot de derde plus 3x kwadraat plus 3x plus 1. Bij de Euclidische gaan we dus plus 1 gaan we de tekens omdraaien. Dit wordt min, 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 min. Dan krijg je x tot de derde min wordt 0. Min 3 min 3 wordt min 6x kwadraat. Dus min 6x kwadraat. 3 min 3 wordt 0. En min 1 min 1 wordt min 2. Dus hier heb je min 6 kwadraat en min 2. Dus de rest is min 6 kwadraat min 2. Antwoord D in je lijst. Min 6 kwadraat min 2. Dankjewel, bye bye.